precies een maand nadat SWM begonnen was om waterleidingbuizen te plaatsen op het project Bridge Village, kon vandaag de eerste kranen met stromend leidingwater geopend worden. Een opluchting voor de honderden bewoners van het project. Marta Munselag, vertegenwoordiger van de bewoners, zegt dat de bewoners een lang gekoesterde wens in vervulling hebben gezien gaan. Nadat ze jaren voor de gek zijn gehouden door de verkavelaar, en dat is Arun Bridge Mohan. In 2012 is begonnen met een handtekeningenactie om de verkavelaar erop te attenderen dat hij niet heeft gezorgd voor een wateraansluiting wat wel was overeengekomen. De bewoners hebben gedurende 4 jaren veel moeten ontberen. Van lege watertanks in de droge tijd tot kapotte tankwagens in de regentijd die ook nog vast bleven zitten in de modder. Munselag zegt dat ze brieven heeft geschreven naar onder meer de verkavelaar, de DC en de president. En dat is niet te vergeefs geweest. SWM, meneer Oosterlijn, de regering, NH, al die mensen hebben dan toch hun hoofd gebogen over deze situatie. Het noodzaak van de mensen in Bridge Village. Dus eindelijk zijn we blij dat er toch nog aan ons wordt gedacht om ons te redden uit deze situatie. Want de president heeft altijd gezegd dat het is iedereen hoort water te hebben, schoon drinkwater te hebben, dat je je kraan kan openmaken, zoals u daar ziet en hoort, dat je water hebt in je huis. En dat is nu bewezen dat de president toch zijn woord heeft gehouden. Wij hebben water in Brussel en dit is de aanzet geweest. Dus het water staat hier symbolisch voor iedereen om te weten dat het water komt. En mensen hebben formulieren ingevuld, dus dan krijgen die mensen niet te lange tijd als ze betaald hebben. En dan krijgen ze wateraansluiting binnen in huis. Dus we zijn blij. Dat is dus Marta Munselag. De bewoners van Bridge Village hebben 4 jaar moeten vechten om gerealiseerd te krijgen dat er vandaag water uit de kraan stroomt.